Ben je zelf tevreden met het eindresultaat? Ja, te meer omdat ik tijdens de recordpoging... Nou ja, je vecht toch altijd tegen een onbekende factor van de omstandigheden. Je vecht eigenlijk met jezelf. Het enigste waar je op kan verlaten, want ik heb eigenlijk helemaal geen data en vergelijkingsmateriaal. Dat heb ik niet. Ik heb alleen maar mijn eigen lichaam, mijn eigen geest, mijn eigen psyche. En daarmee moet ik het doen. En dan moet ik zeggen, vandaag, het ging fantastisch. Want ik kon echt warmte oproepen wanneer ik dat wilde. Maar is het nou echt zo'n koud kunstje? Een koud kunstje? Ja, nou ja, het is de kunst het een koud kunstje te maken. En dat is net zoals de techniek met Remea. Die beheerste dat omdat ze al jarenlang product engineering doen, innovativiteit kennen... pionieren en zich moeten onderscheiden in de markt. En dat moet ik ook. Ik doe dat met mijn lichaam.